Gisteren was zo'n bevrijding voor mij. Er is een last van mijn... En weer is er een politiek bommetje gebarsten. Dit keer is het in de bejaardenpolitiek. Henk Krol heeft 50PLUS verlaten, begint een nieuwe partij, Partij voor de Toekomst. En daar moet op gedronken worden. Ha, Henk. Goeie. Lekker geslapen? Kom binnen, ja, fantastisch. Oh ja, dat moet tegenwoordig. Ja, heerlijk geslapen. Kom binnen. Mooi. Kom binnen. Nou, meneer Krol, alstublieft. Dankjewel. Het is bijna bevrijdingsdag. Is het voor u ook een bevrijding, nu van 50PLUS af te zijn? Gisteren was zo'n bevrijding voor mij. Er is een last van mijn schouders afgevallen. En heeft u het al gevierd? Nog niet, ik heb nog geen tijd voor gehad. Maar morgen gaan we dat echt groots vieren. En het is natuurlijk niet zonder kleerscheuren gegaan. Viel de reactie van sommige oud-collega's u ook tegen? Nou, dat was eigenlijk niet anders dan ik verwacht had. Het was een beetje in de stijl van hoe 50PLUS in elkaar zit. Vooral kankeren en klagen. En dat is nou wat ik net niet wil. Ik wil met de Partij van de Toekomst naar een partij waar de leden het voor het zeggen hebben. En we ophouden met dat onderlinge geklaag. U heeft uw zetel meegenomen, dat mag, hè, want die is persoonsgebonden. Maar er zijn ook mensen, onder andere van 50PLUS en ook wat andere politieke partijen, die u een oude zetel overnoemen. Nou, dat is heel moeilijk voor te stellen, want als je 250.000 stemmen haalt, ja, dan ben je echt op eigen kracht de Kamer binnengekomen. Dus u zegt eigenlijk, ze moeten niet zielepieten. Ze moeten nu aan de bak en laten zien dat ze echt opkomen voor hun kiezers. En dan hoop ik dat ze in de komende periode uitgroeien tot een hele grote partij waar ik vast heel goed mee zou kunnen samenwerken. Maar ze moeten nu niet zielig gaan zitten doen. Er zijn een aantal ex-collega's van u die hebben gelekt, want het nieuws lag binnen no time op straat. Wat vindt u van die lekkende 50-plussers? Daar heb je Tena voor en daar heb je niet de pers voor. Dus ik vind dat een heel verkeerd iets. U bent niet de eerste politieke partij die opsplitst, hè? Iets nieuws begint. Hoe komt dat toch dat politiek vaak samengaat met bureaucratie? Het niet met elkaar kunnen vinden, ego's. Ja, het komt heel veel voor. En ik hoop dat dat bij ons niet het geval zal zijn, want hier moeten alle politici hun ego even parkeren, opzij zetten. Want in deze nieuwe partij, de Partij voor de Toekomst, zijn het de leden. Die gaan bepalen hoe we het gaan doen.